Soldaten, ongeveer 7 weken lang zijn wij bezig geweest met de hele Team of the Season grind. Mijn laatste Weekend League zit erop, denk ik. Want de rewards waren lekker. Hè, die player picks waarvan vandaag de laatste ronde is. Er zit een dikke nieuwe promo aan te komen. Daarover dadelijk meer. Dit hier zijn de spelers die wij kunnen gaan krijgen in onze player picks. Waarschijnlijk, mijn player pick luck kennende, krijgen we de vrij of Oblak. In principe, Fodder is goed. Hè? Een hoge rated kaart kan ik gebruiken. Want ik ga ook nog, als het lukt, in deze video flashback Ousmane Dembele. Fodder, hè? Nog 2 teams. De 2 laatste teams, die moet ik doen. Team of the Season Ronaldo op FIFA 19 uit mijn guaranteed pakketje gekregen. Dus misschien is het nu al tijd voor deze man hier. Wie weet. We gaan het nu checken. En natuurlijk, ook nu weer, gaan wij gebruik maken van de iconische R3-methode van de hand voor de ogen en dan speler voor speler. Uiteindelijk misschien wel een hele zieke kaart. Komt-ie aan. Speler 1, Cancelo. Die is niet slecht hoor. Alleen, wie heb ik staan? En Babu flashback, die is beter. Speler 2, ja, daar doen wij bijzonder weinig mee. De volgende, de laatste. Oké, wauw. Als hier nou gewoon een Messi, een Ronaldo, een Mbappé in zit, wat zou het ontzettend leuk zijn, vooral. Alleen dan is de vraag, ga jij zo'n speler nog gebruiken als je geen Weekend League meer speelt? Oké, ik klik op R3. Speler 1 is Rossi. Die heb ik al van vorige week. En krijgen wij dus nu opnieuw te zien. Volgende speler. Ja, die voelde je aankomen. Stefan de Vrij, natuurlijk. Speler 3. Oblak. Oké. Weer een speler waarvan je misschien al wist van hij kan erin komen. En ik zei het. 96 credit. Zou ik niet erg vinden. Dus, weet je, gaat lekker ingeleverd worden bij Dembele. Of, er moet hierachter nog een hele kleine Mbappé zitten. Ronaldo. Of Messi. Komt ie aan. Laatste speler is McLaren. Ja, anticlimax. Oké, Oblak. 96 credit. Het is weer, ja, een beetje wat we gewend zijn, denk ik, van de player picks. Iedere keer, ja, de spanning is er wel bij mij, maar toch sta ik hier telkens met lege handen. Ja, mijn handen zijn gevuld met spelers die weer in een SBC kunnen. Dat is dan iets, I guess. Cancelo en Oblak betekent dus helaas geen Theo. En daardoor kan ik hier een speler wegstrepen, want ja, hem betalen gaat sowieso niet lukken met de coins die ik heb. Dus dan, ja, of ik haal een inform van hem, of we zetten gewoon weer Jordi Alba daar neer. Met dan, ja, wat minder chemistry. En Dembele komt dus nu rond, want de laatste 2 teams ga ik proberen te voltooien met die fodder die ik, ja, min of meer hier heb zitten op de bank. Dit team, ja, het zou mooi zijn als het er nog zo van kan komen. Met dan eventueel Alba hier. Alleen, ja, gaan we Weekend League spelen? Denk het niet. Ik ben benieuwd. Ga jij nog Weekend League spelen de komende tijd? Laat het me even weten in de reacties. En ja, dan gaan wij denk ik nu eventjes die Dembele doen, of niet? Ja, ik doe Dembele. En dan praat ik nog heel eventjes over wat er voor jou vanavond gaat komen. De EK-content. En het lijkt dat EA redelijk gaat uitpakken. Het is gelukt. Flashback Ousmane Dembele staat klaar om onze club binnen te wandelen. Maar eerst laat ik jou even zien welke 3 teams ik al ingeleverd had. Dit hier is BVB. 83 rated squad. Ja, Zimmerman als Team of the Season. Niet heel spectaculair. Dan team 2. Hier kwam Romarinho in terecht. Dus wat Brazilianen en een random Team of the Season Chinees op linksbuiten. En dan dit team met Yilmaz in de spits. Die had ik even heel snel gedaan, want was weer makkelijk een hoge rated kaart, die SBC. Tardieu en Mensah had ik gepakt. Of tenminste geplayerpicked. Je kunt het zien. Niet heel spannend. De laatste 2 teams heb ik dan nu gedaan. Bundesliga is een 87 rated squad. Hier lever ik wel Muriel en Rooney in. Rooney vind ik soort van zonde, want heb ik toch veel mee gespeeld. 291 wedstrijden. Goeie kaart. Een van de kaarten die ik ook zal onthouden als ik dan weer terugdenk aan FIFA 21. Over een paar maanden dan ja, is hij toch een van de spelers die waarschijnlijk in me opkomt. Want nou, veel gebruikt. Alleen nu zat hij volgens mij niet eens meer op de bank, maar echt bij de, ja, de rest van de reserves, dus een beetje laat gaan. Muriel, zelfde als Romarinho, gebruikte ik wel eens als een sub. En het laatste team is een 89 rated squad. Die pack van Dembele kunnen we openen, maar dat zien we dadelijk. Dit team was een beetje moeilijk. Of tenminste, ik moest er Lanzini ook nog voor inleveren.
Dit is een van de beste objective kaarten van het hele jaar. Alleen ik heb hem gehaald, 0 wedstrijden meegespeeld en hij gaat weer straight in een SBC. Want ja, hij komt ook niet in mijn team te staan ofzo. Navas, die had ik van vorige week nog volgens mij, of de week daarvoor. Nee, vorige week. Dat was ook een League 1 premium player spec. Oblak, Cancelo, dat heb je gezien. Ik zei het, van dat ik ze in zou leveren. En ja, een 89 rated squad waar ik gewoon 81 als Sahavi in lever. Dan heb je het uitstekend voor elkaar volgens mij. Dus ja, Dembele. Nu kun je zeggen, waarom haal je hem als je dus min of meer stopt met Weekend League? Dit was een speler waarvan ik dacht, die mag ik niet laten liggen. Want er zullen nog veel kaarten komen met dadelijk Festival of Football, de promo. Kom ik zo meteen op terug. Dan nog steeds een 5-ster, Dembele. Hoog normaal, met zieke pace, zijn schot is goed, zijn paas is goed. Dribbelend, geweldig. Er zullen niet veel spelers zijn die in de buurt komen van wat hij kan brengen. En die manier van lopen is wel grappig, want hij is nogal eens geblesseerd geweest de afgelopen jaren. Maar op het digitale veld is hij altijd beschikbaar en geweldig speler. Op FUT. Iedereen kent hem, denk ik, van het feit dat hij de 5-ster heeft. En zijn normale kaart zou je nog steeds kunnen gebruiken. Zo goed is hij. Dus heel blij mee. En hij komt dus met deze heerlijke stats in het eindteam te staan. Ja, eindteam. Waarschijnlijk het eindteam. Stel, ik pek nog een hele zieke kaart, dan zou er nog iets kunnen veranderen. Maar ga er maar vanuit dat dit het eindteam zal worden. En ja, laat mij even weten wat ik met Theo moet doen. Zal ik in vorm Theo kopen of nog gaan sparen voor Theo? Zijn team of the season. Je zou kunnen zeggen, komende weken road to team of the season Theo. Als ik dat nog op kan brengen of zo. En uiteindelijk is dit hier de squad geworden. Misschien gaan we nog een zomer push maken naar elite. Want je kent het verhaal, ik heb nog steeds nooit elite gehaald. En eigenlijk zou je zeggen, met zo'n team, wanneer minder mensen FIFA serieus gaan nemen, is dat misschien wel mijn kans. Als ik dadelijk vakantie heb en ik heb het bijna, dan misschien ga ik nog wel 1 of 2 keer een poging wagen. Maar voor nu stop ik heel even met Weekend League en zal ik binnenkort deze man, Ousmane Dembele, gaan uittesten in Rivals. Dus voordat ik de video ga beëindigen, gaan we even kijken naar een geweldig loading screen. Mocht jij toevallig mijn vorige video hebben bekeken, dan komt dit concept jou misschien wel bekend voor. Want ik suggereerde, EA, laat Festival of Football terugkeren. Nou, ze hebben geluisterd, want letterlijk de promo heet precies zo. Daarnaast zei ik ook van, het zou super ziek zijn als er iets van een Road to the Final concept komt. Ook daarin hebben ze precies gedaan wat ik wilde. Dus jee, dankjewel. Nou, als ik dit zie, dan heb ik wel zin om lekker weer een beetje wat SBC's te gaan doen en objectives te grinden. Ik zou het vet vinden als er veel van dat soort content is. Want spelers in packs is wel oké. Maar ja, ik ga niet meer echt spelen voor de packs. Ik wil gewoon een beetje, net zoals met Summer Heat, zieke objectives zien. En niet al te moeilijke SBC's voor gewoon leuke kaarten. Dus wat zien we hier? Ze noemen het Path to Glory, ook dat hebben we al een keer gehoord, die benaming. Alleen nu slaat het ergens anders op dan toen. Goed, in ieder geval, je ziet dus Event Launch. Een speler kan 93 rated zijn bij het begin van dit hele EK en Copa America evenement. Trouwens, sowieso, het EK gaat vandaag beginnen. Voor jou vandaag, voor mij is het morgen. Ik heb er zoveel zin in, ik kan echt niet meer wachten. En als deze content op FIFA net zo goed wordt als het toernooi, heb ik een geweldige paar weken. Maar dus, een speler kan beginnen. 93 credit. Dan heeft hij bijvoorbeeld 3-ster skills en 4-ster weak foot. Dan bij 3 wins krijg je een plus 2. Nou, stel het is Memphis die dan 93 is. Kijk, Oekraïne, die pak je. Oostenrijk pak je. Noord-Macedonië, die pak je ontzettend hard. Dus stel het is Memphis, dan heb je gewoon na de groepsfase boom een plus 2. Superziek. Dan een extra win erbij. Nog een plus 1. Dan weer een win. Nog een plus 1. En op zich, dat concept vind ik wel dik. Want als je dan weer een win pakt, krijg je geen plus 1. Maar dan krijgt de speler in kwestie sowieso een 5-ster. En we hebben het gezien bij bijvoorbeeld Nani. Team of the season, Luis Nani van Orlando is dat volgens mij. Een speler in de MLS die niet heel makkelijk linkt per se. Ja, hij is Portugees, dat dan weer wel. Maar hij heeft een 5-ster. En voornamelijk daardoor is die zo duur. Waarom is Neymar zo goed? 5-ster. Er zijn weinig spelers
die combo hebben. En hierdoor zouden er wat meer spelers kunnen komen die combo dan krijgen. Wat je wel moet begrijpen is dat 6 winst behalen niet heel makkelijk is. Want dan moet je dus eigenlijk al je groepsfase wedstrijden winnen. En dan 8e finale, kwartfinale en halve finale. Dus het gaat tricky worden. En ik hoop vooral dat er meerdere spelers zijn die laatste boost gaan ontvangen. Maar ik ga niet te veel praten over dit. Want kijk, tegen de tijd dat jij deze video bekijkt, is het EK bijna begonnen en deze promo ook. Dus we gaan het meemaken. Laat het alsjeblieft vet worden. Vond je deze video vet, dan like hem even. En ja, het EK wordt super ziek. Dus ik wens mezelf plezier met het kijken en jou natuurlijk ook. Goed, tot de volgende video. Houdoe, hè.